Ik ben in Assen geweest de afgelopen week, in Groningen, in Sneek en in gisteren in Kogen aan de Zaan. Vanavond ga ik nog naar Almere. Nou, nu ben ik hier. Waar zijn we nu? We zijn op de dijk in Millingen. Het leuke van dit plekje in het bijzonder is dat ik als kind vrij veel heb geschaatst op die kolk hierachter. Met van die mooie kunstschaatsjes aan. En dan, ja, het is een kleine plas, maar voor een kind is het natuurlijk een behoorlijk eind om zo rond te schaatsen. Dus. Doet het u nog iets om hier te zijn? Ja, zeker. Ja, het is toch je thuis. Ja. En nu ze er toch is, gaat Sharon Gesthuizen nog even langs haar ouderlijk huis. Dit is ook de reden waarom je niet de voorbereiding van een debat pas 2 dagen van tevoren moet doen. Want er komen altijd dingen op het laatste moment tussendoor. Hier is ze opgegroeid en haar vader Sjaak woont er nog steeds. Letterlijk alle huizen die je verder ziet was allemaal was nog weiland. Ja. Dus daar heb ik heel veel gespeeld. Bloemen geplukt, in de koeien flats getrapt en door wespen gestoken. Gesthuizen ging in Nijmegen naar de middelbare school en heeft daar later Engels en rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de universiteit. Ook studeerde ze in Arnhem aan de Kunstacademie. En nu ze toch thuis is, kan ze gelijk even verder werken aan het beeld waar ze mee bezig is. Voor ze volksvertegenwoordiger werd, was ze onder meer kunstenares. In 2006 is ze met ruim 1500 voorkeurstemmen gekozen in de Tweede Kamer. In 2010 is ze herkozen met ruim 3000 stemmen. Volgens Gesthuizen zijn er zeker overeenkomsten tussen de politiek en de kunst. In de politiek moet je ook proberen om dingen goed te verbeelden, denk ik. En het gaat ook wel over idealen. De politiek gaat ook over idealen, de kunst voor mij in ieder geval ook. Omdat je probeert om een zo perfect mogelijk beeld te maken. Dus ja, alleen in de politiek kun je beter niet al te perfectionistisch zijn. En in de kunst moet je juist wel heel perfectionistisch zijn. Jongens en meisjes, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, je moet er natuurlijk ook gewoon zijn, hè, want het is gewoon een schooldag, toch? Je had niks te kiezen, of wel? Gesthuizen geeft vanmiddag les in debatteren op de Sint-Martinusschool, haar oude basisschool. Stropers mogen geen bedreigde diersoorten afschieten. Na 9 jaar in de Tweede Kamer heeft Gesthuizen zich kandidaat gesteld voor het partijleiderschap als opvolger voor partijcorrivee Jan Marijnissen. Een gewaagde stap omdat het partijbestuur al heeft aangegeven dat het een voorkeur heeft voor Ron Meijer, een vakbondsbestuurder uit Heerlen. Nou ja, politiek is ook niet voor bange mensen. Dus ik ben er helemaal niet bang voor om deze uitdaging aan te gaan. Ik vind het juist heel erg leuk. Ik merk dat ik overal ontzettend veel steun heb, dus dat is heel mooi. Ik denk dat het nog heel spannend gaat worden. Want er zijn heel veel leden die zeggen, nou ja, dat moeten ze vooral doen, maar wij maken onze eigen keuze. Want jullie hebben echt heel goed geluisterd naar wat de juf ook in het begin zei. Jullie hebben heel goed geluisterd naar wat de ander zei. Op school legt Gesthuizen de kinderen onvermoeibaar uit dat ze in moeten gaan op de argumenten van elkaar. Net zoals ze onvermoeibaar overal in het land uitlegt wat ze wil. Oké, en waarom? Zo wil Gesthuizen blijven vertellen dat de SP voor meer staat dan alleen zorg en sociale zekerheid. Om op die manier andere groepen mensen aan te spreken. Nou, zij zijn een tal van groepen, studenten, ondernemers, waarvan ik denk, ja, dat zijn nu groepen mensen die als ze aan hun idealen denken nog onvoldoende aan de SP denken. We hebben die standpunten wel, maar we laten te weinig zien dat we ze... Dat we er ook mee bezig zijn. Dus ik zou de partij willen verbreden. En verder vind ik diversiteit in onze partij is nog wel een ding. We zijn een beetje een witte mannenpartij. Ik zie juist heel veel jonge en ook al wat oudere vrouwen die heel goed kunnen leiden. Maar ik zie ook heel veel kinderen van migranten bijvoorbeeld die super activisten zijn. Maar die zijn op de een of andere manier geen lid van onze partij. Nog een keer applaus voor jezelf. Super goed gedaan.